De geweldige reizen van Sinbad, deel 3. Het monster met één oog. Hey daar, ik ben Tik. Hoi. Jij praat niet veel, of wel? Ja, nee. Hey Tak, ontmoet hem. Niet dat hij zijn naam heeft verteld. Ja, je hebt hem laten schrikken, Tik. Ik laat geen ooievaren schrikken. Ik heb wel eens een man op een schip laten schrikken. Ha! Je had zijn gezicht moeten zien toen ik die boterham zo uit zijn handen griste. Stop daar eens mee. Jij bent de reden dat ze ons niet meer voeren. Ze schrikken makkelijk, die mensen. Het is niet mijn schuld. Hé, hey, kleine vriend. Wat is je naam? Ik ben To. Hé, hey, To. Dit is Tik. En ik ben Tak. Vertel eens. Waarom ben jij zo bang? Waarom zou ik dat niet zijn? Jij bent veel groter dan ik. Dat is waar. Maar er zou altijd iemand groter zijn dan jij. Dat is normaal. Je kan daarom niet bang zijn voor iedereen. Nee. Niemand is groter dan de mensen. Ik wou dat ik een mens was. Oh, helemaal niet. Er zijn wezens op vreemde eilanden die veel, veel groter zijn dan de mensen. Heb je niet gehoord over het monster met één oog? Wat? Oh, maak je nu maar geen zorgen, To. Ik zal je een verhaal vertellen over moed. Het zal je laten zien dat moed veel belangrijker is dan groot of klein zijn. Oh, Sinbad, ik weet het. Dit moet een Sinbad-verhaal zijn. Een Sinbad-verhaal is het. Laten we gaan. Naar het monster? Nee, naar de magische pot. Water, schoon en blauw. Laat ons alles zien dat is verloren in jou. Welkom, To. Welkom in Bagdad. Thuis voor onze held Sinbad de... Tak? Laatste keer dat ik dit verhaal hoorde, was Sinbad een man. Hij is een man. Laten we een beetje naar rechts gaan. En zo doe je dat. Ja, dat is Sinbad. Sinbad de matroos. Na de laatste reis was Sinbad rijk geworden. Hij bouwde een groot huis voor zichzelf en hielp veel mensen uit zijn thuisland. En met elke dag werd Sinbad beroemder. Hé, hey Sinbad! Ik en andere mannen varen naar Balsora. Vanuit daar vertrekken we naar andere havens om onze goederen te verhandelen. Wil je met ons mee? Oh ja! Ik heb al zo lang niet meer gevaren. Ik zal de beste goederen van Bagdad verzamelen voor deze tocht. Oké dan, we vertrekken over een week. Sinbad zeilde weken op het schip. De wateren waren nog nooit zo kalm. Ze zeilden naar verre plaatsen. Toen, op een avond, was er een storm. Oh nee! Oh nee! Hebben jullie leven? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Ah! Help! Laat ons niet achter! Kapitein, wacht! Ah! Help! Laat ons niet achter, kapitein, wacht! Oh nee, wacht! Ik zal het schip keren! De wind is te wild! Ik kan het schip niet keren! Wacht! Ik zal een boot gooien voor je! Neem dit! De kooplieden hadden geluk dat ze een boot vonden in de storm. Ze gingen er snel in. Maar het water nam het boot in een andere richting. Blijf roeien! Blijf leven! Oh nee! We zullen hier sterven! We hebben de boot niet gekregen om erin dood te gaan. Waar een wil is, is een weg. We moeten blijven roeien tot we bij een eiland komen. Ze roeiden dag en nacht in de hoop dat ze het land zouden vinden, maar er was alleen maar water overal. Eindelijk... Ah! Oh, wakker worden iedereen. We zijn gered. Het is een eiland. Kom op. Oh ja, dit is een eiland. Maar laten we nu niet te hoopvol zijn. Deze onbewoonde eilanden hebben enge verhalen.
Onbewoonde? Wat bedoel je daarmee? De eilanden waar geen mensen wonen is een onbewoond eiland, Sinbad. Dat kan niet goed zijn. Sst. Heb je dat gehoord? Wacht, laat me dichterbij gaan. Oh! Ah, wat zijn deze wezens? Ga van me af! Help! Wacht, dit zijn immers dieren. En alle dieren zijn voor één ding bang. Ha! Ga weg, jullie wezens! Ga weg! Oh, dank u wel. We moeten hier snel wegwezen. Wacht, ik zie rook. Maar wie zou er op dit eiland blijven? Nee, we moeten er niet heen gaan. Laten we gewoon teruggaan. Maar misschien zijn er wel mensen daar en hebben ze een groot schip. Deze kleine boot van ons zal ons nooit thuis brengen. Als er storm komt, dan zal deze boot niet lang meegaan. Ik ben het ermee eens. Ook kan er iemand vastzitten en proberen ze te signaleren voor hulp. Oh, dit is een paleis. Nu zijn we zeker gered. Of niet? Ik denk het niet. Kijk daar! De arme kooplieden wisten niet wat hen stond te wachten. Een stapel botten? Die moeten van een hele grote vogel zijn. Dit is niet mogelijk. Op mijn laatste reis zag ik dat er een heel groot stuk vlees gegooid werd voor een hele grote vogel. Het spijt me je teleur te moeten stellen, maar gezien mijn ervaring met onbewoonde eilanden is dit heel goed mogelijk. Dit is niet de plek van gekeuvel. Laten we nu meteen gaan. Ah, wat gebeurt er? Aardbeving? Waarom nu? Hoeveel meer problemen gaan we nog tegenkomen? Dit is geen aardbeving. Wat is dat voor ding? Ik honger. Alsjeblieft! Jam! Eten! Nee, niet eten! Niet eten! Nee! Ik dood! Hey, kijk hier! Ik heb heerlijk eten! Hoe kan hij ons nog steeds volgen? Hij kan niet zien! Ik weet zeker dat hij onze voetstappen op de grond kan voelen. Blijf rennen! Hé, ik kan onze boot zien. Ga erin! Ze gingen allemaal in de boot zitten en begonnen te roeien. Maar het monster was niet klaar met ze. Hij begon bomen in het water te gooien. Waarom kan hij ons niet gewoon met rust laten? Hoe kan hij ons nog steeds zien? We zijn niet meer op het land! Ik denk niet dat we tijd hebben om daar een antwoord op te vinden. Hier komt er nog een. Houd de boot vast. Nee, Sinbad. Draai de boot. Nee, niet omdraaien. Red jullie zelf. Ga. Oh, het monster heeft me niet in het water zien vallen. Goddank. Wacht, wat is dat? Is dat een ander eiland? Oh, ik kan mijn geluk niet geloven. Sinbad zwom naar het eiland. Hij was zo moe dat toen hij het eiland bereikte, hij meteen in slaap viel. Hij dacht dat zijn problemen eindelijk tot een eind waren gekomen. Dat kietelt! Waar komen deze vandaan? Auw! Wacht! Ik heb een idee. Sinbad dacht gauw na en plukte een paar takken van de stekelige boom. Hij bedekte zichzelf. De slang kwam met volle vaart op hem af. En zoals verwacht... Goeie God, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n grote slang gezien. Pjoe,
Ik moet hier nu wegkomen. Sinbad maakte een kleine bescherming van de stekelige takken en zat er een paar dagen in. Hij had geen voedsel om te eten en werd dunner en zwakker. Maar toen op een dag was daar het lot. Kan dit waar zijn? Is dit een droom? Zal ik echt gered worden? Hé, hey, hier zo! Help me! Ben je gek geworden? Wat zorgt ervoor dat je op dit eiland bent gestopt? Dit eiland is bezaaid met... Een grote python! En het andere eiland is bezaaid met aapachtige wezens en een groot, eenoogig monster. Oh, maar alles is vergeten nu dat ik een ander mens heb gezien. Ik ben Sinbad de matroos, uit Bagdad. Jij komt uit Bagdad? Je geluk is groot, vriend. We zeilen terug naar Balsora. Je kan van daaruit naar Bagdad. Kom, ik weet zeker dat je geweldige verhalen te vertellen hebt. Laat me je eerst wat te eten geven. Je ziet eruit als een skelet. Laten we gauw gaan, voordat we er samen een worden. Dat is waar. Wacht, wat gebeurde er met de andere kooplieden? Oh, na een tijd varen vonden ze een groot schip die ze mee terugnam naar hun thuisland. Arme Sinbad, hij verloor al zijn goederen. Er gebeurde ook nog dat, toen Sinbad Bagdad bereikte vanuit Balsora, hij de kapitein van zijn schip weer tegenkwam. De kapitein was heel blij om Sinbad te zien. Hij vertelde dat hij zich schuldig voelde dat hij zijn kameraden had achtergelaten. De kapitein en andere kooplieden hadden Sinbads goederen al verkocht. Sinbad zijn goederen waren van erg goede kwaliteit. De kooplieden wilden het geld teruggeven aan Sinbad zijn familie. Hij gaf Sinbad 20 zakken vol goud en zilveren munten. Sinbad gaf hem een terug om hem te bedanken. Hij gebruikte toen de rest om een groot paleis te bouwen en iedereen te helpen die het nodig had. Wauw! Dit was een geweldig verhaal. Nog eentje. Niet nu, kleine. Laten we het bewaren voor de volgende keer. Dit doe je altijd, Tak. Waar heb je rust voor nodig? Dit is een magische pot die ons alles laat zien. Prima. De magische pot heeft dan rust nodig. Laten we gaan. Je bent een goede verhalenverteller, Tak. Dat weet ik. Bla, bla, bla.